mooiste voorstelling? Ja, ik ben echt nooit naar een voorstelling geweest. Ik ga nooit naar muziek voorstellingen, maar wel naar musicals en zo. Als je bijvoorbeeld in de Evenaar of zo met vrienden naar een muzikant bent of zo, dat is wel leuk. Cultuur is bedoeld voor iedereen. Dat is de gedachte achter een nieuwe waardebon die donderdag is gepresenteerd in het Parktheater in Eindhoven. Met die bon kunnen huishoudens met een laag inkomen toch van een voorstelling genieten. Je wordt heel blij van muziek. Je kan soms geïnspireerd worden door een toneelstuk of een andere voorstelling. En ja, dat is voor iedereen. De cultuur is ook bedoeld voor iedereen. Aan het initiatief doen alle grote spelers uit de Eindhovense cultuurwereld mee. Wat wij doen is dat wij bij de aankoop van tickets door onze gasten, dat wij de mogelijkheid bieden om een bedrag te doneren. En dat bedrag gaat naar cultuur inclusief. En daarmee maken zij het mogelijk dat mensen die het niet kunnen betalen ook naar een concert kunnen of naar een theatervoorstelling. Dit is belangrijk omdat wij als Parktheater vinden dat iedereen hier naartoe moet komen. Het is niet een huis voor een paar mensen, het is een huis voor iedereen in de stad. En als je reden hebt om niet te kunnen komen, of je kunt bijvoorbeeld niet betalen, dan moeten wij alles doen om jou toch hier naartoe te krijgen. En cultuur inclusief is een prachtig middel om mensen te helpen dichterbij en in het theater te komen. De waardebon geeft toegang tot een voorstelling die normaal wel €30 kost. De bonnen worden betaald met donaties en uitgedeeld door mensen die beroepsmatig met minima werken. Maar wij werken met selecteurs om de eenvoudige reden dat wij als stichting geen inkomenscheck willen doen. En een selecteur is iemand die werkt met de doelgroep minima. En dat zijn dus bijvoorbeeld generalisten van Wij Eindhoven. Als daar duidelijk wordt dat iemand heel graag een keer een avondje uit zou willen en het zich niet kan veroorloven, dan kan hij het proces opstarten waarbij de deelnemer zelf €5 betaalt en waarbij de rest van het toegangskaartje voor de voorstelling door de stichting wordt bekostigd. Dat is een goed idee, ja. Waarom? Omdat het goed is om eruit te gaan. Ik zou ze dan eerder naar geschiedenisdingen of zo, naar het openluchtmuseum of zo. Dat lijkt me dan interessanter dan een voorstelling. Want? Ja, ik weet niet. Daar leer je denk ik meer of zo. Het verrijkt toch, hè? Dat je niet alleen maar zorgen in je kop hebt. Ook mensen die niet met zorgprofessionals in aanraking komen, kunnen gebruik maken van de bon. Zij moeten zich melden bij de stichting. En om alvast in de stemming te komen, volgen hier nog 2 culturele tips. Nou ja, binnenkort komt Ronnie Flex bij ons, Rolf Sanchez, Ellen ten Damme. Ik zou iedereen aanbevelen om volgend weekend in het Reuzenrad te gaan zitten, wat hier buiten staat. 4, 5 en 6 september.